Ik zal maar eerst even netjes voorstellen. Ik ben Willem Beijdevier, verenigingsmanager DVS 33. Dat betekent dat ik een betaalde baan heb binnen een amateur- en vrijwilligerssector. Functie verenigingsmanager is allesomvattend. Accommodatiebeheer, onderhoud van spullen, kantinebeheer. Allerlei faciliteiten verzorgen voor de club. Zaterdags is het natuurlijk een hele andere dag, want dan is het voetbaldag. En dan ben ik eigenlijk de hele dag bereikbaar en beschikbaar in de kantine om hand- en spandiensten te verrichten. En tevens het hele proces wat op een zaterdag gebeurt te begeleiden. De ochtend is heel druk bezet met jeugd en ouders. En dan is het koffiegehalteverbruik heel hoog. En 's middags na een uur of twee gaat dat omslaan, want dan heb je te maken met senioren en met dames. En dan gaat het alcoholpercentage redelijk omhoog. Of lagere elftallen nou verloren hebben of niet, dat maakt ze niet zoveel uit. Want dat biertje, als die maar op temperatuur is, dan komt het wel goed. De hele outillage hier ook, dat zit helemaal stijfvol zaterdag. DVS is geel-zwart en iedereen heeft een geel-zwart hart. Het leukste binnen de vereniging DVS is eigenlijk het totaalplaatje ook. Ik kom bij een andere club vandaan, maar DVS is echt je club. En alles ademt geel-zwart. Het hangt ook in de kantine, het hangt ook boven de deur. Geel-zwart voor altijd in ons hart. En dat is bij mij inderdaad ook wel het geval. Dus het is natuurlijk ook altijd wel een stuk verbinding wat je hebt met de club. En dat gaat nooit meer over, denk ik.